We zijn gewoon met z'n allen 10 jaar de toekomst ingestuurd. De hele wereld wordt zo meteen een canvas. Hoe is het nou? Ja, goed. Ja, gaat eigenlijk op dit moment drukker dan ooit. Ja? Vertel. Ja. Sorry? Vertel. Ja, nee, dus we zagen natuurlijk die week na de lockdown zagen we eigenlijk direct een dipje. Ja. Als iedereen, nou, hadden we ook echt last van heel veel budgetten natuurlijk gewoon bevroren. We zien nu wel weer dat het wel weer vol loopt. Want geef eens even een update, Tim. Wat je allemaal, bureau technisch, hoeveel merken hou je inmiddels in de lucht? Hoeveel mensen voed jij? Hoe sta je erbij? We zitten nu bijna op 40 mensen. Jeetje. We zijn vorig jaar van 5 naar 40 gegroeid. Nou, we werken onder andere voor Coca-Cola als een digital en social agency. Harman, dus een merk als JBL voor heel EMEA. En ook Rituals. Dus echt en ook bijvoorbeeld de dingen als KLM. Dus je ziet dat het verschilt per klant. Dus KLM, die zijn veel harder getroffen dan bijvoorbeeld een Tikkie. Die gaan bijvoorbeeld echt door het dak heen. Mm-hmm. En de KLM, die hebben eigenlijk die hebben het zwaarder. Ja. En zo proberen we ook echt gewoon, dat was ook het eerste wat wij gewoon zeiden toen die crisis uitbrak, is van oké, proberen gewoon echt te kijken van hoe kunnen iedereen gewoon zo goed mogelijk servicen. En dan zie je er zeker als, denk als bureau zijnde, denk überhaupt als bedrijf, als je gewoon je partners, of het nou goed gaat of slecht gaat, dan zie je echt partnership pas terug. Mm. Hey, je zit nu met 40 man, hè? Wat doen jullie allemaal? Wat doen jullie niet? Hoe profileren jullie je nu? Wij profileren ons vooral echt als social first marketingbureau. Dus we zeggen van, oké, waar zit het merendeel van de aandacht tegenwoordig? En dat zit toch gewoon op mobiele schermen. Ja. En voornamelijk bij 4 tot 6 grote internetbedrijven. Ja. Apps die je gebruikt. En dat zijn over het algemeen allemaal social media apps. Ja, dan heb je het over Facebook, Insta, YouTube ook? YouTube, TikTok, Snapchat. Ja. Hey, en dat hele TikTok en Snapchat, wie wint daar op dit moment qua bereik? Nee, qua bereik, en zeker qua kosten voor bereik, is TikTok gaat echt door het dak heen. Dus ja? het is niet normaal hoeveel bereik dat platform heeft. Als je gewoon kijkt binnen de platform, ik denk dat Instagram gaat enorm veel last krijgen van TikTok, als ze het al niet hebben. En Snapchat, die is denk ik, Snapchat is echt een soort van, wij zijn natuurlijk begonnen echt bij Snapchat. Yeah. Wat we gaan verbreden en wat je nu ziet is dat, ik weet niet of je een week geleden was ook de partner summit van Snapchat. En het is eigenlijk niet normaal wat die gasten, hoe hard die aan de weg weer aan het timmeren zijn en ook hoe hard de groei er weer in zit. Zeker een aanrader om die presentatie te kijken. Ik denk dat als je waar Apple ooit de standaard heeft gezet met de Steve Jobs presentaties, heeft Snapchat vorige week weer een nieuwe standaard gezet. Dus oké. Ik denk, maar wie wint er? Ja, TikTok is echt de grootste winnaar op het moment. Daarna Snap. En ik denk dat Instagram heeft wel werk aan de winkel. Maar dat is dus wat je ziet, is dat gewoon over de hele linie is er gewoon, zijn eigenlijk alle social apps zijn op dit moment winnaars. Het social media gebruik is hoger dan ooit. Echt vele malen hoger dan ooit. En terwijl alle traditionele media, die zijn alle budgetten terug. En weet je wat er gaat gebeuren? En dat is natuurlijk, als je kijkt naar alle grote mediabedrijven, is dat heel veel zijn nu gewoon hun tv-budget, hun radiobudget, zijn ze allemaal kwijt. Wat er gaat gebeuren is dat er zo meteen komt de business weer terug bij de grote adverteerders. En die grote adverteerders gaan gewoon zien van, hey, ik heb, die business komt weer terug. En die gaan gewoon zien, hey, ik heb helemaal niet zoveel tv nodig. Want ik zie die business gewoon weer terugkomen zonder tv en zoveel tv-investering, zonder zoveel traditionele investering. En juist die investering die je vooraf moet maken, dus die paar ton die mensen aan de commercial kwijt zijn. En ook de snelheid waarmee je nu dingen wil gaan doen, duurt gewoon een paar maanden voordat je dat live hebt staan. Terwijl een Facebook-advertentie of een Snapchat-advertentie heb je gewoon morgen, of sterker nog, die heb je binnen 17 minuten live staan. Ja, nou is het wel zo dat, maar dit is ook een,
Die discussie is natuurlijk al super oud. Hè? Van, ik hoor nu, als jij dit vertelt, hoor ik een hele hoop reclamemakers die een iets andere leeftijd hebben dan jij. Hè? Die hoor ik dan al zeggen, ja, dat wordt al zo lang gezegd, maar televisie die is niet dood en radio ook niet. En dat zal ook nog wel heel even duren. Dus die zeggen allemaal, ja gast, zo'n jong gappie, het zal wel allemaal. Ja, maar het lijkt er nu gewoon op, kijk, we zijn gewoon met z'n allen, het hele, als je kijkt naar digitalisering, zeg ik van die hele mooie memes voorbij komen, van ja, wie zorgt voor jouw digitalisering? Dan was het CEO, je CTO en COVID-19, een hele grote streep om COVID-19 heen. We zijn gewoon met z'n allen 10 jaar de toekomst ingestuurd. Ja. Dat is denk ik wat er is gebeurd. En tv inderdaad heeft zeker waarde, maar niet voor de prijs die er voor betaald wordt. En als je kijkt wat voor een aanbieder er nu wordt gedaan, laat dus ook wel gewoon echt zien hoe fragiel die markt is. Maar het lijkt gewoon iedereen, en dat is met alle sectoren, zeker die grote techbedrijven die gewoon oneindige cash reserves hebben. Mm. Die hadden heel veel last van natuurlijk van antitrust en al die dingen. Maar dat is gewoon eigenlijk ook echt een stuk minder geworden. De regering heeft echt andere problemen op dit moment. Het lijkt dus alsof we op een snelweg zitten, die helemaal leeg is voor hun. Terwijl iedereen de rest van de partij allemaal hun benen heeft gebroken. Dat is hoe het er nu uitziet. Hey, en luister Tim, bereik je alleen jongeren met kanalen als TikTok en Snap? Ik bedoel, Insta is denk ik wel... Kijk ze naar doelgroepen. Hoe is dat verdeeld over social? Nou, TikTok is nu door bijna 2 miljard mensen gedownload. Dus dat was een platform voor hele jonge kinderen. En ondertussen zijn volgens mij voor Nederland zijn de afgelopen zijn er volgens mij deze week cijfers uitgekomen. De doelgroep 18 plus en 25 plus is op dit moment het snelst groeiende. Mm-hmm. Hetzelfde gebeurt met Snapchat. Zij zien dus ook een hele grote stijging boven 35 plus. Is een snelst groeiende doelgroep. Mm. En je ziet dus ook, en waar komt dat? Komt deels ook omdat gewoon social media, zeker met alle nare gebeurtenissen nu in de wereld, dat heel veel mensen toch een behoefte hebben aan iets wat aan een minder giftig platform. Want dat zie je dus heel erg op Snap en TikTok gebeuren. Instagram is daar bijvoorbeeld heel erg mee bezig met het ontgiftigen van hun platform. Wat doe je daarmee? Nou, je ziet dus bijvoorbeeld Instagram heel erg proberen om ook veel meer te richten op echt je beste vrienden. Dus ze hebben die close friends feature. Ze proberen de drempel te verlagen voor mensen om content te maken. Dus makkelijker maken. Toch als je iets op Instagram plaatst, is het toch zo van... Ja, dan hangt er toch een bepaald stuk van... Oh, het moet aan een bepaalde status voldoen. Is het wel mooi genoeg? Mm-hmm. En dan komt een TikTok om de hoek kijken, waar eigenlijk het niet uitmaakt wat je plaatst, als het maar creatief is. En Snapchat natuurlijk, die daar ooit mee zijn begonnen met het... Met video's en foto's die verdwijnen. Kleine groepen vrienden. Echt je echte vrienden. En daar, je ziet dat daar mensen er steeds meer behoefte aan hebben. Hmm. Hoe leg jij merken uit? Want merken moeten op een compleet andere manier met hun doelgroep omgaan. Als jij, ik bedoel, even heel zwart-wit, als je vanuit de radio tv hoek komt en je gaat nu jullie domein en jullie wereld in. Wat zijn de grootste lessen die je adverteerders moet gaan leren? Kijk, we zijn natuurlijk, wij hebben dus echt die social first manier van denken. En zeker als je die manier van denken maakt, de grootste fout die bedrijven nog steeds maken, is dat ze social echt zien als een distributiekanaal, als een eindpunt. Dan kun je daar een doelgroep bereiken, maar niet als startpunt. En wat je nu dus ziet gebeuren, en wat wij dus ook heel vaak doen, is we kijken gewoon, oké, niet alleen waar zitten de mensen, dus inderdaad, doelgroep, TikTok, hoe ziet die eruit, maar vooral belangrijk, ook wat ik net een beetje vertelde, met wat is de cultuur op zo'n platform? Wat plaatsen mensen? Hoe gebruiken mensen een platform? En hoe kan je als merk, moet je heel bewust zijn dat al die platformen zijn allemaal gemaakt rondom menselijke interactie. Zijn gemaakt voor mensen. En als merk ben je gewoon een indringer in zo'n platform. Dus je moet je heel erg af gaan vragen van hoe gebruiken mensen zo'n platform? En hoe kan ik daar als merk nou, hoe kan ik daar nou waarde aan leveren? Dus veel meer social zien als startpunt en niet als distributiekanaal. En je ziet ook gewoon tegelijkertijd dat content die je voor social media maakt, kan ook heel goed reizen naar andere platformen. Dus je kan gewoon in concept bedenken voor social media, wat het ook gewoon heel goed kan doen op radio. En zelfs een online video maken die je ook op tv kan uitzenden. Mm-hmm. Dus het is veel meer beginnen vanuit waar zit nou de echte aandacht van de doelgroep als eerste plek.
wat kost die aandacht? Nou, dan kom je er al heel snel achter dat dat social media, dat er ten eerste meer aandacht zit. En dan de targeting en dat de kosten gewoon een stuk lager liggen. En als je dan nog tv wil doen, ja, dan kan je dat gewoon er nog bij doen natuurlijk. Maar het is echt dat social first, social media first denken. Maar hoe zorg je dat je toch het disruptieve van het irritante daarmee van classic advertising, hè, wat je nu ook op YouTube en ook op Insta vind ik overigens weer. Hè. Ik bedoel, denk ik, oké, van de 10, als ik in mijn timeline naar beneden scroll en ik doe, het stikt weer van de commerciële posts die er tussendoor komen. Hoe zorg je als adverteerder dan dat je niet weer die stoorzender bent? Nou, dus voornamelijk door ook te kijken naar hoe gebruiken mensen dat platform. Dus laat me een voorbeeld geven. Je hebt nu bijvoorbeeld op Instagram, doen wij zelf ook enorm veel mee. Zit enorm hard in op augmented reality. Ja. Dus heel erg op, mensen maken content zelf. Of het nou binnen Instagram Stories is, of Snapchat, of TikTok. Kunnen wij als merk een augmented reality filter bouwen die mensen vervolgens kunnen gebruiken voor betere communicatie met hun vrienden of het gaming is. En dan zie je dus, doordat je iets maakt met op de eerste plaats de gebruiker en op de tweede plaats het merk, dat mensen echt aan de haal gaan met je content. Dus je hebt hier, als we het hebben over augmented reality, mensen spelen er gemiddeld 22 seconden mee. Mm-hmm. Bij sommige dingen die we bouwen, hebben we laatst voor Malibu een lens gemaakt. Die dus ook werkt op out of home. Dus dan zie je dus ook zo'n social concept ook doorvertaald naar traditionelere media. Mm-hmm. Daar lag de playtime zelfs op minuten. Dus je hebt mensen die niet geen anderhalf seconde aandacht spannen, wat je vaak hoort. Maar gewoon mensen die echt veel langer met je merk bezig zijn. Mm-hmm. Enorm interactief. Dus het is, we hebben ook onderzoek gedaan naar hersenactiviteit. En dan zie je dus dat gewoon doordat mensen niet alleen passief ergens naar kijken, maar echt er ergens mee bezig zijn, dat mensen veel meer in de ervaring zitten. Dus de aandacht is ook al een stuk kwalitatiever. Mm-hmm. En mensen delen het gewoon met hun vrienden. Ja. Dus die gebruikers deelt zo'n ervaring gewoon omdat ze het tof vinden. Het maakt ze niet echt uit dat het van een merk komt. Als ze het tof vinden, delen ze het gewoon met een vriend. Dus je hebt hier iets wat super veel al aan lange aandachtspannen heeft, super interactief is en wat mensen gewoon proactief zonder incentive delen met hun vrienden. Dus dat zijn de nieuwe manieren van advertising. Ik zag het Rijksmuseum voorbij komen een tijdje geleden. Rijksmuseum, ja. Leg eens uit voor de mensen die nu al zeg maar een minuutje zoiets hebben van, waar heeft hij nou over? Probeer eens Jeppe Janneke uit te leggen hoe dat dan werkt. Het stukje Rijksmuseum is dat er nu nu Snapchat die maakt van gebouwen, maakt ze 3D-scans. Dat doen ze op basis van miljoenen mensen die foto's maken van die gebouwen. En op het moment dat je nu bij het Rijksmuseum of bij de Dam staat, maar het werkt bijvoorbeeld ook op het Eiffeltoren in Parijs, als je daar staat, dan kun je camera richten op het gebouw. En dan ontvouwt zich als het ware een hele augmented reality ervaring. Precies op het gebouw. En sterker nog, en daarom zal ik zeker even die presentatie kijken. De toekomst is gewoon dat niet alleen op het Rijksmuseum werkt, maar letterlijk op de hele wereld. Dus de hele wereld wordt zo meteen een canvas. Ja, een creative canvas. In de hele wereld wordt dus ook een advertising mogelijkheid. En dat is nu nog toekomstmuziek, maar ze hebben dus ook eens laten zien dat het nu niet alleen maar één gebouw is, maar dat je bijvoorbeeld een hele neighborhood, een hele buurt in Londen niet te zien, kon je ook al gaan scannen. Dus en zeker met het vooruitzicht Apple, die nu met AR glasses aan het werken is dat de grotere shift in technologie en in social, die gaat echt rondom de camera vallen. Ja. Dus dat zeker iets om in de gaten te houden. Hey, tot slot zijn je groeiambities, want voor 40 man is natuurlijk voor losers, hè? Nou, we zijn nu gewoon heel erg aan bezig met het leggen van de basis. Ja. We zijn nu vooral. Klinkt je als een oude lul, Tim? Precies, nee, we groeien nu heel even met COVID ligt de groeiambitie even heel even in de koelkast. Ja. Maar je ziet dus ook dat heel erg op zich wel fijn werkt. Want als je hard groeit, vergeet je ook dingen. Dus we hadden echt even de tijd om goed te kijken naar, hey, is het wel goed ingeregeld? Ja. Dus we hebben nu ook alweer vertrouwen. Maar we gaan dit jaar zeker weer doorgroeien zoals het er nu uitziet. Er is in één keer meer vraag dan ooit. Ik denk toch ook omdat heel veel adverteerders de rest van het jaar en volgend jaar toch wel iets willen doen wat gewoon opvalt en wat anders is. Ja.
Dus en digitaal is voornamelijk. Dus dat zien we. Hey, we willen, ik pin me er niet op vast, maar we willen zeker komende 2 jaar naar het buitenland. Dus daar zijn we hard mee aan de slag. Ga je dat allemaal autonoom doen of word je uiteindelijk een bruidje die wordt opgeslokt door een grote bureaugroep? Want elke grote bureaugroep wil jou hebben. Oh ja? Nee, kijk, ik denk het belangrijkste is dat is met het werk dat we maken, maar ook met het bedrijf, is dat we gewoon iets willen bouwen wat gewoon langer bestaansrecht heeft en wat gewoon legacy heeft. Dus of dat inderdaad met een grotere partij is of alleen staand. Ik zal er in ieder geval niet op zitten wachten dat je opgaat in een hele grote groep. Dus dat zal dan, tenzij je echt impact kan maken en dat je ook Ja, ik echt. kan me voorstellen, ik weet niet of of de Mediamonks al lang zijn geweest. Maar... Heb ik niks over te vertellen. joh, linksom of rechtsom, jij hebt het de komende jaren druk, Tim. Dat mogen we hopen, ja. Ja, hey, en de podia, daar stond je ook wel zo nu en dan als inspirator op. Ik heb je al een tijd niet meer gezien, want ik sta er zelf ook niet meer op. Dus ik hoop dat we elkaar ook weer in het najaar of begin volgend jaar weer ergens op een congres live op een podium mogen zien. Dat vind ik ook altijd erg leuk als jij op een congres geboekt staat. Lijkt me heel leuk. Tim, dankjewel voor je insights en heel veel succes komende jaren. Top, dankjewel. Hoi man. Jo.